je splaat van. Dank u wel. Ja. Hoi. Hey. Welkom terug in Nederland. Ja, graag. Ik heb nog even wat meegenomen. Ja. Ik denk misschien mis je het een beetje, het hete eten. Ja, fantastisch. Ik kan het wel waarderen. Of komt je neusgaat uit inmiddels? Nou, ik heb niet heel veel Chinees op, maar ja, China op zich heb ik wel veel zat van, ja. Het is ook niet echt Chinees, want alle Chinezen waren dicht, dus het is Indisch. Heb je honger? Enorm. Wegletten. Maar het is ook meer, Ik zeg, eet smakelijk. Ja, fantastisch. Nou, ben je weer thuis? Hoe voelt het nou? Ja, nou, nu je er weer over begint, dan kun je daar wel je beroerd van worden eigenlijk. Ja, het is, er was eigenlijk niks aan de hand. Alle vooruitzichten waren goed. Totdat, gewoon een samenloop van omstandigheden gewoon helemaal fout liep. Dus, maar goed, het is geweest en het boek is wel dicht. Alleen, als je het wel oprakelt, dan baal je er wel weer goed van. Heb je die schuil dan? In Oosterwijk. Oh, daar... Ja, een beetje aan de achterkant, zeg maar. Ja, in de bos daar, tegen de bosrand daar. Okay. Wat is voor jou nou achteraf gezien de belangrijkste reden dat het mis is gegaan? Nou ja, goed, je hebt de wegwedstrijd misschien gezien. En dat was gewoon, was eigenlijk gewoon dramatisch kou kregen we opeens op ons dak. En daar waren we absoluut niet op voorbereid. Sla? Ja, lekker. Wat zou nou buiten het wielrennen om een hoogtepunt zijn voor jou? Wat je gezien hebt? Ik denk de opening, op het moment dat het vuurwerk af werd gestoken, dat was wel. Toen dacht ik echt dat ze het. De derde wereldoorlog begint. Nou, eigenlijk wel, want het was om 12 uur en wij lagen al te slapen, Chantal en ik. En op een gegeven moment dat vuurwerk, Chantal die sprong uit het bed, die dacht echt van, nou, ze gaan het dorp opblazen op. Wij dachten echt meteen zoiets van, nou, dat was echt oorverdovend. Nou, dat was echt niet normaal. Die eraan vast, doe ik. Dit ook. Ja, dat kan wel. Ja, dat kan wel.